Amen. Hoe kijk je daarnaar? Ja, vol trots, hè. Dus dat is hartstikke duidelijk. Maar dit zijn niet de leukste dingen voor mij, hè. Want? Want ik heb natuurlijk heel veel dingen gedaan die het publiek ook heel erg aanspraken. En dat is af en toe een keer een cakeje geven. Dat past bij Groningen? Dat was me, ja, natuurlijk, want ik heb nergens anders gespeeld. Ja. wat doe je momenteel? Op het ogenblik doe ik niks. Een beetje schilderen, wat vrienden helpen. Maar voetballen, even niks. Je zegt even niks, gaat dat veranderen? Ja, ik ga volgend jaar ga ik weer hoofdklasse trainen in Kerkrade. Dus ik heb toch weer wat kriebeltjes en ik word toch weer het gouden veld op. Volg je het voetbal nog en hoe? Ja, het is wel iets minder geworden moet ik zeggen. Want ik heb wat moeite met de huidige gang van zaken. Hoe dat allemaal gaat in het voetbal. Want ik hoor steeds van we moeten alles meten en weten. Maar ik heb één ding gemeten met mijn ogen. Is dat het voetbal steeds slechter wordt. En dat vind ik wel heel erg jammer. Volg je FC Groningen nog? Ja, ik ga iedere week kijken wat de club gedaan heeft, want het blijft mijn club. Hè? Want ik zei het gisteren nog tegen mijn vrouw, ik heb heel lang was ik er klaar mee. Maar ik heb 2 jaar geleden weer voor het eerst pijn in mijn buik gehad van FC Groningen. En dat was de dag dat ze de bekerfinale speelden. Ik werd vroeg wakker, ik had buikpijn en toen miste ik het hele sfeertje. Toen zat ik vol van FC Groningen. Ja, ik ben de hele dag er misselijk van geweest. Tot het eindsignaal, het was goed. Er werden weer andere mensen misselijk, geloof ik, maar dat is weer iets anders. Logisch eigenlijk dat ze jou vragen, hè, om die experience te openen. Nou ja, ik weet niet wat logisch is. Luister, ik heb hier 25, 26 jaar ben ik actief geweest bij FC Groningen. Het is mijn club, dat wel, zo voel ik het zelf wel. Maar het gaat om mensen, om publiek, om de mensen van de club intern. Wat ze met mij willen doen. Ik ben beschikbaar als de club mij belt. Dat vind ik geweldig. Ik vind het geweldig om terug te zijn. Ik vind het geweldig om iets te doen voor de club. Dus in die zin ben ik altijd beschikbaar voor de club. Maar nogmaals, het ligt niet aan mij. Ik nodig mezelf niet uit. Maar ik ben wel heel trots op het feit dat ze mij hebben uitgenodigd. Ja. Hartstikke mooi. Ja, dan mag ik voor dat laten zien. Ja, zoveel jaar FC Groningen, alleen maar FC Groningen terecht, wat je opmerkt. Wat zijn je herinneringen? Wat is je mooiste herinnering?